Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag beginnen aan een herfsttrui en ik heb al een opzetje gemaakt. Ja, nu is hij nog niet af, maar op het eind van de video zal ik onder de video zetten hoeveel bolletjes dat ik heb gebruikt. De Royal van 99 cent. Zelf heb ik 10 bollen gekocht, dus ja, je bent 10 euro kwijt. Maar je kan, als je het bonnetje bewaart, dus dit is het bonnetje. Hier staat op mosterdgeel. En het, ja, geel yellow, dus het is gewoon mosterdgeel. En ik heb 10 stuks voor 9,90 €. Maar ik denk dat ik met een bolletje of 6 dat ik het wel haal. Maar goed, onder de video zal ik dus zeggen hoeveel dat je nodig hebt. Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken, want het is zo leuk dat al die duimpjes gaan omhoog en iedereen doet de truitjes namaken of nahaken, zo moet ik het zeggen, en dan krijg ik echt hele leuke foto's van. Dus ik zou zeggen, als je nieuw bent, abonneren. Hier op het einde van de video staat mijn foto. Dit is mijn foto, daar kan je op klikken, tenminste op de foto onder de video. En ja, ik wil je in ieder geval hartelijk bedanken voor het kijken, want het is echt heel leuk. En dan ga ik nu vertellen wat je nodig hebt. We pakken dus een schaartje, een stopnaald met een bottenpunt, dus daar heb je altijd nodig voor het haakwerk. Dan een paar van deze steekmarkeerders, die kan je ook gewoon bij de Zeeman kopen of ja, in een hobbyzaak. Ik heb wel een paar doosjes spelden nodig, omdat de trui dadelijk nog een stukje in elkaar gezet moet worden. De steekmarkeerders heb ik gehad en de centimeter. Heel belangrijk, want we gaan deze trui in het rond haken en je moet daarvoor blijven meten. En het is belangrijk dat je dus meet als je de beginlossen hebt gemaakt, de ketting. En voor maat 36 tot 38, dus maat M, heb je 120 lossen nodig. Voor maat 40, 42, maat L, 140 lossen. En maat 44 tot 46, maat XL, heb je 160 lossen nodig. Die losse ketting, die ga ik dadelijk met jullie maken. Die moet je sluiten. En dan ga je hem goed om je middel passen en zeker om je borstomvang, dat je de trui gewoon lekker vindt vallen. Het wordt gewoon in het rond gehaakt en dan gaan we een stukje omhoog haken met hele makkelijke toeren. Met deze, even dit wegleggen, met deze steek. Kijk eens hoe mooi dat deze steek is. Het zijn maar 2 toeren. Het is echt makkelijk om te leren. Als je stokjes kan haken, dan kan je deze trui ook haken, hoor. Het is gewoon goed opletten met meten en blijven passen, want hij wordt in het rond gehaakt. En als hij past, ja, dan kan je gewoon een leuke herfsttrui maken. En ik zie je zo weer terug. We beginnen met haaknaald nummer 6. En natuurlijk een bolletje Royal. Ik zal nog even het label laten zien. De Royal zit 100 gram op en 241 meter. En het is 100% acryl. Maar deze, die wordt zo vaak gebruikt voor truien en voor alles. Dus als je restjes over hebt, kan je natuurlijk ook andere dingen van maken. Ik heb zoveel filmpjes op YouTube staan. Dus het garen, dat gaat altijd wel op. Ik leg eventjes de trui weg, tenminste het beginstuk. Ja, voor maat 36 tot 38 heb ik 120 lossen opgezet, maar voor maat 40 140 lossen. En dan beginnen we met een opzetlus. Ik heb het misschien te snel. Een opzetlus, die maak ik eigenlijk altijd. Ik pak de draad en dan pak ik van het korte stukje,
pak ik weer in mijn hand en dan trek ik aan twee touwtjes. Zo. En dan trek je er een beetje aan. Haaknaald erin. En je zet of 120 lossen op, of 140 lossen, of 160 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En als je straks klaar bent met je aantal lossen, dan moet je de ronding zo sluiten in de eerste steek. En dan sluit je je losse ketting. Maar wil je dat hij niet gaat draaien, dan steek je hierin. In de eerste steek. En dan pak je weer je ketting op. Zo, kijk, zie je, dan heb je hem zo al in het rond. En dan ga je weer verder je losse ketting maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zie je, en als je dan de ketting sluit op het laatst, zo, dan trek je hem gewoon meteen hierdoor. Door de begin. Eerste lossen. En op het eind, dan zie ik je weer terug. Als je de beginketting klaar hebt, ik heb een iets kleinere gemaakt hoor, dan trek je dus je lus door de eerste steek. En dan blijft die ronding ook gewoon goed, die gaat dan niet draaien. Dan zet je drie lossen weer erop. 1, 2, 3. En dan gaan we de eerste toer maken. En de eerste toer is met 1 losse en 1 overslaan en een stokje. Dus 1 losse, 1 overslaan en een stokje in deze steek. Dan gaan we 2 lossen doen. 1, 2. En dan slaan we 2 steken over. 1, 2. En dan gaan we in die derde, daar gaan we een vaste zetten. Dus we slaan 1, 2 over. En in deze zetten we een vaste. Dan maken we weer 1 losse. Dan slaan we 1 steek over. Deze slaan we over. En in de deze slaan we over en in deze zetten we een vaste. Dan maken we weer 2 lossen. 1, 2. Even mijn garen goed pakken. Dan slaan we 1, 2 steken over. En dan gaan we weer een stokje, een losse en een stokje maken. Dus we slaan 2 steken over. We gaan een stokje in die derde maken. Dan maken we 1 losse. En dan gaan we weer eentje overslaan. En dan gaan we in de tweede. Dus deze slaan we over in de tweede. Daar zetten we weer een stokje. En dan gaan we weer 2 lossen maken. 1, 2. En dan gaan we weer een groepje maken met 2 overslaan. En in de derde een vaste, een losse. Slaat er 1 over. En weer een vaste. Dan weer 2 lossen. Als het te snel gaat, rechtsbovenin kan je de snelheid aanpassen. Zeker als je beginner bent, dan kan het wel eens nog te snel gaan. Maar dit is echt toer 1, dus gewoon je slaat er weer 1, 2 over, dan een stokje, een losse. Nu sla je er 1 over en je maakt weer
een stokje, dus niet in deze, maar je slaat er 1 over in de tweede. Dan ga je weer na dit stokje 2 losse maken. Je slaat er 1, 2 over en in de derde zet je een vaste, een losse. Dus 1 sla je over en weer een vaste. Zie je hoe toer 1 werkt? Dus je begint toer 1 met 4 lossen, dus 3 lossen voor het eerste stokje en nog een losse. Dan sla je 1 steek over en je maakt een stokje. Dan maak je 1, 2 lossen, een vaste, een losse en je slaat er 1 over. Dat kan je misschien niet zo goed zien, maar dan weer een vaste. Dan weer 1, 2 lossen en je slaat er 2 over, 2 steken. Dan een stokje, een losse en weer een stokje. En dan begin je weer met 2 lossen, 2 overslaan. Hier een vaste, een losse, een vaste. En zo maak je heel toer 1 af. En op het eind dan zie ik je weer terug. We zijn op het einde van de eerste toer. We maken nu nog 2 lossen na die vaste. Dan gaan we de toer sluiten in de 1, 2, derde losse van de vorm van de toer. We steken in en we halen de draad meteen door 2 lussen. Dat is een halve vaste. Dan gaan we 4 lossen doen. Nee. We zijn nu op het einde van de eerste toer en we sluiten de toer in de 1, 2, 3 lossen van het begin. Stokje van het begin lossen. Je haalt je draad op door 2, dat is een halve vaste. En dan hebben we nu de toer gesloten. Dan gaan we aan toer 2 beginnen. En toer 2 beginnen we met 1 losse. En dan gaan we een vaste in de opening zetten en een vaste op het stokje. Dus we zetten een vaste in de opening en we zetten een vaste op het stokje. Dan gaan we 3 lossen maken. 1, 2, 3. En nu gaan we een soort waaiertje maken. Tussen de 2 vaste in. Daar gaan we een waaiertje maken. En dan moet je een beetje opletten. Omslaan. Insteken. Draad ophalen. Omslaan door 2. En deze maak je dus niet af. Deze laat je op je haaknaald staan. Omslaan. Insteken, draad ophalen, omslaan en dan haal je ze door alle 4 de lussen. En deze steek die doe je nog 3 keer in diezelfde steek. Je maakt eerst 1 losse en dan gaan we nog een keer 2 onafgemaakte stokjes maken. Dus we gaan weer in deze steek, we halen de draad op, omslaan door 2, omslaan. In dezelfde steek, draad ophalen, omslaan en door 4. En we doen weer 1 losse. Zie je dat het een waaiertje wordt? Dan gaan we het nog een keer doen. Omslaan, in dezelfde steek insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Lussen op de haaknaald laten staan, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 4. Dan gaan we 3 lossen maken. 1, 2, 3. Zie je dat dit al een waaiertje is geworden? Dan gaan we tussen die 2 stokjes in, daar gaan we vaste in zetten. Dus 1 vaste. En nu weer even wat garen pakken. Dan weer 3 lossen. 1, 2, 3. En dan gaan we weer tussen die 2 vaste in. Dan gaan we weer dit waaiertje maken. Omslaan, insteken. Draad ophalen, omslaan door 2. Omslaan, insteken. Draad ophalen, omslaan door 4. En een losse ertussen. Omslaan, insteken.
draad ophalen, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 4 en weer 1 losse, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 4 en dan gaan we weer 3 losse maken, omslaan 1, 2, 3 zie je dat je weer het tweede waaiertje af hebt en dat die precies tussen die 2 vaste steken in staan en tussen die 2 stokjes hier gaan we nu een vaste maken en weer 3 losse 1, 2, 3 en hier ga je weer die het waaiertje maken, omslaan, insteken, het zijn gewoon 3 onafgemaakte stokjes met een losse ertussen. En nog 1. Zie je hoe het de toer 2 in elkaar zit? Dus je maakt die waaier, je doet 3 losse, een vaste, 3 losse en je maakt weer een groepje 1, 2, 3 onafgemaakte stokjes. En zo maak je heel toer 2 af en op het eind dan zie ik je weer terug. We zijn op het einde van de tweede toer. En nu gaan we nog 1 losse doen, want we hebben hier het waaiertje. En dan zie je dat hier die toer met 1 losse omhoog gegaan is, dus we gaan de toer sluiten op die eerste losse met een halve vaste. Dan gaan we aan de derde toer beginnen. En de derde toer pakken we 1 losse. En we maken een vaste op deze volgende steek. En we gaan nog een losse doen. En we maken een vaste in deze opening. Dan gaan we 2 losse doen. 1, 2. En dan gaan we in deze opening. En in deze hier gaan we stokjes inzetten en tussen die stokjes doen we 1 losse, dus omslaan tussen de groepje in, dan zie je vanzelf hoor, maak je een stokje, dan een losse, even mijn garen pakken, en dan gaan we in deze opening hier gaan we weer een stokje maken. Dit is de derde toer en dan gaan we weer 2 losse maken, 1, 2 en dan gaan we een vaste in die grote opening zetten en een vaste in deze met ook een losse tussen, dus we zetten een vaste in de opening een losse en we zetten weer een vaste in deze grote opening dan weer 2 losse 1 2 en dan gaan we weer een stokje tussen deze samengehaakte stokjes zetten een losse en een stokje hier tussen. De video's zijn ook vaak allemaal ondertiteld van mij, dus dan kan je altijd de ondertiteling aanzetten. Ik heb nu alweer 2 losse gedaan en wat ga je dan doen? Weer in deze opening een vaste, 1 losse en een vaste in de volgende opening,
dan weer 2 lossen, 1, 2, dus dit herhaalt zich heel toer 3, 1 lossen en weer een stokje tussen het groepje in en weer 2 lossen en dan kom je weer hier die vaste, een losse, een vaste en zo maak je heel toer 3 af en dan zie ik je op het eind weer terug. We zijn op het einde van de derde toer en we sluiten de toer hier in het begin voor die vaste, hier ga je in met een halve vaste en dan gaan we nu aan toer 4 beginnen en toer 4 beginnen we met 3 lossen 1 2 3 en dan gaan we tussen die 2 vaste in gaan we weer een waaiertje maken. Kijk, dan zie je ook dat het gaat verspringen. Dus je gaat erin, je maakt een half stokje, je laat de lus op je haaknaald staan, omslaan en weer in diezelfde steek draad ophalen, omslaan door 4, 1 lossen en dan ga je nog 2 van die groepjes halve stokjes maken. Dit is de vierde toer en toer 3 en 4 die herhalen zich heel de tijd, dus we gaan nu 2 lossen maken, 1 2 sorry hoor 3 lossen en we zetten een vaste tussen die stokjes, een vaste en weer 3 lossen, 1 2 3 en we gaan weer tussen die 2 vaste in een waaiertje maken. En weer 3 lossen. Oh, het haakt zo heerlijk weg. Dus toer 4 ga je weer dadelijk nu 3 lossen maken, een vaste, 3 lossen en een waaiertje. En zo zit heel toer 4 in elkaar, het wijst zichzelf, je kan deze echt bij de tv gaan haken, want je zet een vaste tussen die stokjes en weer 3 lossen en tussen deze 2 vaste in, daar maak je weer een waaier. En op het eind van toer 4, dan zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de vierde toer. Je hebt hier dus die vaste en 3 losse en we gaan de vierde toer sluiten hier bovenaan in de derde losse. 1 2 3 1 2 3 en dan gaan we weer de draad omslaan. En we halen de draad door. En dit was de vierde toer. Ja, het begint echt mooi te worden. Kijk, en je ziet ook dat die waaiertjes nou moeten gaan verspringen. En ik zal even het voorbeeld erbij pakken. Kijk, de waaiers hierboven, hier worden dus 2 stokjes ingezet met een losse tussen en in die andere toer krijg je weer 3 lossen en een vaste, 3 lossen en weer een waaiertje en zo zie je dat die waaiers of die halve stokjes die samengehaakt zijn die hier in deze zitten dat die dus echt gaan verspringen en daardoor krijg je dit leuke effect want het ja, de toeren blijven hetzelfde, het zijn elke keer maar 2 verschillende toeren. Dus we gaan nu verder met de vijfde toer. En toer 5 beginnen we met 4 lossen. 1 2 3 4. Dan zetten we een stokje tussen de waaiertjes. En weer een losse
en dan zetten we hier tussen weer een stokje. Kijk, en dan hebben we weer hetzelfde als de derde toer, als toer 3. Dus toer 5 is hetzelfde als toer 3 en zo ga je elke keer. Toer 6 wordt dadelijk hetzelfde als toer 4. Maar goed, we zijn nu met toer 5. We zetten nu nog eerst even nadenken. 2 lossen, 1, 2. Dan gaan we hier een vaste in doen. 1 lossen en weer hier een vaste in. Dan weer 2 lossen. En dan gaan we weer hier tussen stokjes zetten, dus tussen die eerste en de tweede opening een stokje. 1 lossen. En weer een stokje hier tussen. Dan weer 2 lossen. En weer een vaste. 1 lossen. En weer een vaste. Dan weer 2 lossen en hier weer een stokje, een losse, een stokje. Dan weer 2 lossen en hier weer een vaste. Dus zo zie je dat toer 5 gewoon een herhaling is, maar dat het patroon gewoon verspringt. En ik zie op het einde van toer 5 terug. Zo, als je helemaal doorgehaakt hebt, dan heb je nu hier 30 centimeter, in ieder geval wel formaat 36 tot 38. Daar heb je 30 centimeter voor nodig. Dus je haakt helemaal in het rond tot 30 centimeter dat je deze lengte krijgt. Je haakt verder als je een grotere maat hebt van maat 40-42, haak je tot 33 centimeter en heb je maat 44-46, dan haak je tot 35 centimeter. Dit patroon is wel een kooppatroon als je dit wil hebben, maar je kan het met het filmpje ook wel volgen. En anders ja, moet je eventjes het patroontje kopen. Dit zijn de mouwen. En voor de mouwen, die zijn ook in het rond gehaakt, dus echt heel leuk om te doen. En hier zie je het ook al. Deze heb ik ook al klaar. Ik heb intussen hard gewerkt. En voor de mouw zet je voor maat 36-38 zet je 50 lossen op. Voor maat 40-42 zet je 60 lossen op en voor maat 44-46 zet je 70 lossen op. Maar je moet natuurlijk ook je bovenarm meten, dus je meet echt eventjes als je die lossen opzet dat je echt meet hoe ver. En ook deze haak je tot 30 centimeter. Nu gaan we de bovenstukken aan elkaar haken, dus we gaan de mouwen aan de panden haken. En omdat dit rond is, is dit natuurlijk je onderkant en hier gaan we een steekmarkeer erin zetten en we gaan hieronder een steekmarkeer erin zetten. En ja, die pak ik even en ik zie je zo weer terug. Kijk, ik heb dus een steekmarkeer gepakt en dit is bijvoorbeeld het einde van de toer en ik ga hier de laatste steken nog maken. Maar echt, je zet een steekmarkeerder op het einde van de toer en die zet je weer vast op de helft van dit voorpand. Hier op de helft, hier zet je een steekmarkeerder in en je zet bij het begin van de toer zet je de steekmarkeerder erin. En dan gaan we verder haken. Ik zal dadelijk even de camera weer neerzetten. En dan zal ik zeggen waar we bij de mouwen, het armschat zeg maar, dus dit zijn de mouwen. Hier gaan we gewoon één stuk, één ronde. Deze heb ik nu vastgemaakt aan deze kant. En dan gaan we de voorkant verder haken. Voorkant mouw, hier langs. En dan gaan we
aan het achterpand verder haken. Nou, ik zie je zo weer terug. Ik heb nu de mouw hier klaar en de bovenkant van de panden, de zijkant heb ik net laten zien waar je de steekmarkeer erin zet, dus aan een zijkant. En hier heb je ook nog een lus natuurlijk, want ja, hier heb je ook nog draad van een bol aan hangen. En je, bij je laatste toer, daar zet je de steekmarkeerder. En dan pak je je haaknaald en dan, ja, ik heb gewoon mijn bolletje aan mijn mouw gelaten. En de laatste toer, die ben ik nu aan het afmaken. 1, 2, 3. Ik ben nu bij de toer met de samengehaakte stokjes. Dus deze ga ik even afmaken. Ik zit nog op de mouw. Kijk, je houdt gewoon je patroon aan met drie losse vaste. Sorry hoor. En weer drie losse. En dan ben ik bij die steekmarkeerder hier. En dan wil ik en de toer sluiten. En ik wil aan het voorpand hier weer verder gaan haken. Dus ik ga nu even kijken. Nu ga ik hier nog een waaier in zetten. Nog een keer hier op die laatste. Met de samengehaakte stokjes. En dan ga ik in ieder geval de toer even sluiten hier bovenaan in de derde. 1, 2, 3. Dus je blijft je toeren gewoon vervolgen met een halve vaste. En nu ga je aan het voorpand natuurlijk. Hier, ja, het is moeilijk veel. Dit is het voorpand. En hier hangt nog een mouw aan, wat ik net heb laten zien. En dan heb ik hier nog een bol garen, maar ik ga gewoon met deze bol dus verder. En dan ga ik verder hier. Ik pak gewoon die lus van de bol, maar je kan ook gewoon daarna hier insteken. Maar goed, ik ga met één bolletje van de mouw verder. Ik heb net, even kijken wat ik nou gedaan heb, even opnieuw. Deze bol die pak ik even op. En daar ga ik mee verder. Maar dat kan je ook gewoon met de bol doen van de mouw, hoor. Het is maar dat je het nu aan elkaar haakt. En dan haal ik heel even de steekmarkeerder eruit. Want je hebt natuurlijk je marker. En nu moet het aan elkaar komen. Dus ik trek deze lus hier door die ene lus van de mouw. En dan ga ik weer een nieuwe toer maken. Kijk, en die toer hier, die loopt hetzelfde als de kant van de van het voorpand. Ik doe eventjes mijn steekmarkeerder aan de voorkant weer, dat ik weet van, nou, dit is de voorkant. Maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit. Als je daar maar weet van, goh, ik heb aan de voorkant een steekmarkeerder geplaatst. En nu gaan we 1, 2, 3 lossen doen en je gaat weer een nieuwe toer beginnen. Kijk, dit is dus je mouw en dit is je voorpand. En nu gaan we weer de toeren vervolgen. Dus we gaan hier weer tussen een stokje, een losse, een stokje zetten. Een stokje, een losse. En ergens heb ik een bol liggen, omdat dit natuurlijk weer van het voorpand was, of van de twee voor- en achterpand. Dus dit was het stokje. Ik heb al even kijken of ik één losse heb gedaan. Ja, die had ik dus gedaan. Één losse. Dan weer gewoon het patroon vervolgen. Het zijn maar twee toeren. Twee lossen. Even deze bol hier wegleggen. Kijk, en dan zie je weer dat je hier dus weer die vaste moet zetten. Eén vaste in de ene.
dan een losse en dan weer een vaste in deze opening en dan weer twee losse en dan een stokje weer. Ja, je vervolgt gewoon het patroon. Als je eenmaal het voor- en achterpand gehaakt hebt, dan weet je wel hoe het patroon werkt. En de mouwen heb je natuurlijk al af. En dan kom je nu aan bij de volgende steekmarkeerder. Oh, sorry, die heb ik in het midden gezet even als voorpand. Dus die haal ik heel even weg. Ik zet hem even iets lager, zodat ik lekker door kan haken. En dan moet je dus doorhaken totdat je bij de andere mouw bent. En dan zie ik je daar weer terug. We zijn nu hier bij de marker van de, dit is de mouw. En dit is natuurlijk het pand, de zijkant. Hier heb ik net even de, hier is de marker. Nu gaan we dus even kijken hoe het uitkomt. Kijk, hier heb je dus een waaiertje. Hier heb je dus de mouw, de lushoek van de mouw. Dus ik ga nu nog één keer een stokje, een losse en een stokje doen. Dan twee losse. En dan pak ik die lus van die mouw op, want ik heb hier die marker ingezet. En dan kan ik het beste, even kijken om het patroon goed door te laten lopen, dan kan ik het beste hier dus een vaste inzetten voordat ik die lus hier pak. Een vaste. En dan ga ik weer in die lus zitten van de mouw. Ja, en dan beginnen we weer hier de toer te vervolgen die we net mee bezig zijn. Dus je pakt de toer naar de waaier, hè? De stokjes, de losse stokje, twee losse, een vaste, die hebben we net hier opgedaan. En dan pak ik even die lus op van mijn mouw en die trek ik gewoon door. En dan ga ik hier dus weer zorgen dat je hier bij die twee stokjes komt. Dus je maakt weer twee losse en je gaat omslaan en je gaat weer tussen die waaier een stokje, een losse en een stokje doen. Zo. Zie je dat je dan vanuit het voorpand ga je door naar de mouw. En dan ga je zo helemaal rond tot je bij het achterpand bent en dan ga je weer ook helemaal rond totdat je weer bij de mouw bent en dan ga je ook helemaal rond. Ja, het is bijna niet te filmen dit, dus ik zou zeggen maak die hele toer gewoon af en volg gewoon de lijnen van je van de mouw en dan ga je naar het achterpand en dan zorg je dat je patroontje doorloopt. En dan zie ik je weer terug en dan moet ik even kijken waar we dus begonnen zijn. We zijn dus begonnen met die toer hier bij dit punt. Hier zijn we een nieuwe toer begonnen onder het armsgat en daar zie ik je weer terug, want daar moet de toer weer aansluiten. Dus als je weer vanuit het achterpand ga je weer rond langs de mouw, helemaal langs de mouw en dan hier bij die toer. En ik zal eventjes daar even kijken of ik nog een steekmarkeerder heb. Nee, ik ga even steekmarkeerder zoeken, moment. Zo, ik heb een rode steekmarkeerder gepakt en die zet ik in het begin van de toer. Dus dit is de mouw en dit is het voorpand en, jullie gaan helemaal nog, deze hebben we net gedaan, deze hebben we gedaan, we zijn overgestoken naar de mouw en zo ga je helemaal verder en dan zie ik je bij de rode marker weer terug.
We zijn nu aangekomen bij de rode marker en we hebben dus hele ronding gehad, ook hier achterlangs die mouw. En nu zijn we dus met het patroontje mee aan het gaan en we zijn bij de rode marker en hier moeten we dus het toesluiten in de derde losse. Dus 1, 2, in de derde losse sluiten we de toer. Ik vind altijd, zit ik altijd een beetje, de marker zit me altijd een beetje in de weg. Dus ik haal hem eruit en ik zet hem dadelijk weer terug hoor. Dat je altijd weer weet waar ook alweer die mouwen aan het pand zijn gehaakt. Dus dan zet ik hem weer terug hier. En dan gaan we de volgende toer maken, een losse, dan een vaste hier tussenin, weer een losse, dan weer een vaste hier tussen die twee grote in, twee stokjes in, dan drie lossen, 1, 2, 3, en dan gaan we weer de waaiertjes en het patroon gewoon vervolgen met de samengehaakte stokjes. Dit is de tweede en een losse en de derde. Nou, het is een fijn patroon om te maken. 1, 2, 3. En nu ga je dit, deze toer, die gaat je dus weer helemaal in het rond maken en dan ga je hier ook weer gewoon bij de mouwen, die neem je ook mee en straks als deze opening nu te groot wordt hieronder, dan gaan we die nog netjes dicht maken, maar we gaan nu 5 centimeter vanaf de marker gaan we gewoon helemaal in het rond haken en na 5 centimeter dan ga ik het passen en dan zie ik jullie weer terug. We hebben vanaf de rode marker zijn we nog in het rond aan het haken gegaan en ik heb hier, dit is het voorpand, want hier heb ik ooit een marker ingezet, dit is het voorpand, daar heb ik al verder gehaakt, dus daar moet je niet even nu niet op letten. Je gaat nu, als je die 5 centimeter hebt gedaan in het rond, dus dan heb je eigenlijk een hele ronding elke keer gehad, nu gaan we dus de bovenstukjes maken en die maken we vast. Dit is dus de mouw en die maken we op de hoeken vast. Dus je zet twee markers op de hoeken en een beetje zo pak je die markers schuin. Dat je zo een beetje net alsof het een raglan is aan het worden is. Dus als je hem zo neerlegt, kijk, ik zal het even zo filmen. Dan zie je hoe het gaat lopen. Je kan hem ook natuurlijk op een oud t-shirt leggen en nou, de voorpand heb ik al gedaan, maar nu gaan we naar die 5 centimeter, even kijken hoor, ja het is ongeveer 5 centimeter, kijk, het is een beetje moeilijk filmen want ik heb continu schaduw zie ik, wat je in het rond hebt gehaakt gaan we nu dus, nu gaan we van links naar rechts haken zodat we ook de mouwen mee haken. Dus dit wordt dadelijk het begin en dan ga je weer haken. Je pakt dus een nieuwe draad. Mijn camera zit in de weg, maar ik leg eventjes, ik zet even de camera goed neer en dan begin ik hier vanaf deze marker, die heb ik net neergezet en dan heb ik de helft van de mouw gepakt en daar zet je weer een marker neer. En dan gaan we echt gewoon een strook zo haken. En dan pak je de goede kant, zorg je dat je waaiertjes gaat maken. Dus we beginnen hier rechts. En dan beginnen we hier met die waaiertjes. En dan gaan we het weer keren. Dus dan gaan we hier aan vastmaken. En dan gaan we weer terug uit met de stokjes, losse en vaste. En dan van deze kant uit weer, op de goede kant, ga je weer waaiertjes maken. En zo gaan we nu haken. We gaan dus nu echt ja, het bovenlijfje verder afmaken. En dan, ik zet even de camera goed. En dan beginnen we aan deze hoek. Die hoek, die zet je, ja, je pakt even een lineaal en dan zet je hem schuin in.
daar begin je. Ik heb nu weer de trui plat neergelegd. Je hebt de marker erin gezet. Kijk, en de marker die zet ik in ook wel op de toer, dat je wel zorgt dat je nu aan de voorkant van je pand, ja, of je achterpand, dat maakt eigenlijk niet uit. Je begint gewoon op die marker je draad in, of je haaknaald erin, en je haalt je draad op en je zet hier een vaste. Kijk, dan zit je draad mooi vast. En hier zie je dus dat je weer met die waaiertjes moet beginnen, dus dat je gewoon weer het patroon volgt. Dus je begint met 1, 2, 3 lossen en dan gaan we weer het patroon vanaf dit deze marker. Nu gaan we weer het patroon volgen. En dit zijn die halve samengehaakte stokjes. Zie je dat het patroon dan doorloopt? Maar nu gaan we dadelijk de mouw eraan haken. Dus we gaan deze hele toer afmaken zo. Tot de volgende steekmarkeerder. En dan gaan we weer naar de achterkant van het werk haken. Maar nu gaan we even deze toer afmaken. En dan zie ik hier op het eind weer terug. Ik ben het op het einde van de toer met de waaiertjes. En ik ben nu bij de linker steekmarkeerder. En omdat we nu de mouw eraan moeten haken, maken we nog even 1, 2, 3 lossen. En dan zetten we een vaste tussen die twee stokjes. Dus dat is gewoon het patroon herhalen, blijven herhalen. En nu moeten we de draad een beetje omhoog gaan werken. Dus we steken tussen het stokje en de vaste in. En dan halen we de draad op. Dan gaan we weer tussen de twee vaste in en we halen de draad op, dus zeg maar met een halve vaste. En nu gaan we het werk keren, zodat we de teruggaande toer kunnen gaan maken. Dus ik ga nu eventjes het werk keren. Het is al een echte trui aan het worden, dus altijd een beetje lastiger om te filmen, maar we komen er. Kijk, ik zet even de camera goed. Ik heb het werk gekeerd en de achterzijde, even goed de draden, de achterzijde nu van het pand. Kijk, dit is de mouw. En nu gaan we weer zorgen dat we de nieuwe toer gaan maken. En we moeten de toer beginnen, want moeten we even goed kijken. Hier zijn stokjes, dus hier moeten vast in. Dus we beginnen de toer met 1 lossen. Ja, dan beginnen we de toer en dan pakken we hier een vaste weer in. Dan een losse en dan weer een vaste. Het ziet er natuurlijk iets anders uit omdat je nu de mouw mee gaat haken. En nu gaan we weer even nadenken, 2 lossen. En dan gaan we hier weer tussen die waaier in een stokje, een losse en een stokje doen. En weer 2 lossen. En dan gaan we het patroon weer volgen. We zetten hier weer een vaste, een losse en in de volgende opening een vaste. Zie je dat je zo weer, dit is dan de mouw en dit is dan het achterpand. En dan gaan we weer 2 lossen doen. En je kan zo het hele patroon, zeg maar, volgen. En dan ga je weer even de camera optellen. Tot deze steekmarkeerder. En dan zie ik je weer terug. Kijk, we zijn nu op het einde weer van de toer. Je ziet dat we hier begonnen zijn bij de roze steekmarkeerder. En we moeten nu dus een vaste gaan maken. In principe hierboven, want hier zijn we het stokje begonnen.
Dus we pakken hier een vaste. En nu gaan we de mouwen aanmaken. En dan zoek ik hier eventjes een opening die het dichtst bij zit, zodat het ook beter aansluit. Dus ik pak gewoon even een opening, zodat je geen gaatjes krijgt. En je maakt een halve vaste. Dan ga je tussen deze twee in weer naar boven werken met een halve vaste. En dan ga ik tussen deze twee in nog, de twee vaste, maak ik een halve vaste. En dan gaan we het werk keren. Dus even weer de camera omhoog. Eventjes het werk keren. Mijn haaknaald gaat eruit, maar dat maakt niet uit. We zoeken gewoon even op waar we gebleven zijn. Zie je hier? En we steken de haaknaald er weer in. Kijk, en nu heb je die. Dit is de mouw en dit is het achterpand. Nu gaan we weer een volgende toer beginnen. En omdat we even kijken, hier moeten we een vaste in. En de waaier zetten we hierboven. Dat moet je een beetje nakijken hoor. Pakken we één losse. En de waaier zet ik nu tussen deze twee in. Kijk, je moet toch het patroon gaan vervolgen. En omdat dit de mouw is, moet je zorgen dat je deze lijn aanhoudt. Deze lijn. Kijk hier. Deze lijn. Kijk, en dit is natuurlijk de mouw en dit is het voorpand. En nu moet je een, omdat je het zelf eventjes moet uitdokteren, zeg maar, pak ik nu deze lijn hier om weer een waaier te zetten. Dus ik zet weer samengehaakte stokjes in dezelfde opening. En dan ga je het patroon vervolgen en dan ga je in deze, dus nog 1, 2, 3 lossen, in deze, hier ga je een vaste zetten en weer 3 lossen. En dan gaan we weer hier, dit is het patroon, en nu zitten we gewoon op het normale patroon. Zie je dat dit dan de mouw is en dat je hier nu van rechts naar links gaat werken. Nu ga je weer, ik heb de camera even opgetild, van rechts naar links werken. Echt het bovenstukje tot je op het midden bent van je mouw. Dus je meet zeg maar heel je mouw op en dan zet je in het midden, daar zet je een steekmarkeerder waar je dus moet beginnen. En daar weer het midden van. Ja, dan moet je een beetje passen hoor, want ik kan niet zeggen hoeveel centimeter, maar dit is 8 centimeter van de bovenkant. Dus ik heb hier ook 8 centimeter van de bovenkant gemeten en daar heb ik een steekmarkeerder in gezet. En zo vervolg je het hele voorpand en achterpand. Dan ga je gewoon van rechts naar links en je zorgt dat de waaiertjes aan de voorkant zitten. Als je dat klaar hebt bij die witte marker, dan zie ik je weer terug. We zijn nu zover dat we door hebben gehaakt tot de helft van de mouw en nu moeten we het schouderstuk gaan maken. Aan deze kant heb ik het schouderstuk gemaakt en die heb ik gehaakt vanaf de mouw. Dus ik ben hier bovenaan begonnen en daar heb ik het patroon gewoon gevolgd van voor naar achter en daar heb ik aangesloten aan het voorpand en hier achter aan het achterpand. Het is echt een schouderstuk en je haakt hem tot je halsopening en je halsopening die heb ik gemeten. Dus je pakt de helft van de trui, dan pak je het midden, dus waar mijn liniaal zit,
En daar heb ik twee boogjes naar rechts en twee boogjes naar links. En tot die halsopening, daar maak je het schouderstuk. Ik zal even voordoen hoe het schouderstuk dus gehaakt wordt. Deze kant is de mouw. Ik zal het even laten zien. Dit is de mouw, kijk. Die loopt helemaal zo door. Maar nu moeten we gaan haken vanaf de bovenkant van de schouder tot de witte marker. En dan heb ik net uitgelegd hoe je die maat gaat kan markeren. Als het goed is, heb je nog gewoon een bolletje wol aan je mouwen van de bovenkant. Dan weet ik niet waar die bol aan vast zit, maar in ieder geval, ik heb nog mijn draad vastgehouden en ik zie dat ik hier de laatste toer is gewoon met de stokjes en de vaste, en dat betekent dat ik toch aan de rechtse kant moet beginnen, want ik kan niet met de verkeerde kanten boogjes gaan maken. Dus ik zet even deze weer vast. En weet je wat, ik knip hem ook af. Ik kan altijd nog aanhechten. Kijk, ik laat hem gewoon eventjes aan mijn steekmarkeerder zitten, want ik moet dus aan het achterpand beginnen, want je moet wel de voorkant blijven houden, het patroon. En achter, als het goed is, heb je daar ook een steekmarkeerder zitten. En dan ga ik eventjes een bolletje wol pakken. En dan zie ik je zo terug. Ik begin dus bij de steekmarkeerde van het achterpand. En daar zet ik mijn haaknaald in. En ik heb een opzetlus gemaakt. En ik pak mijn draad weer op. En ik maak er meteen een vaste in. En dan kijk je hoe je patroon loopt. Kijk, en omdat dit je achterpand is, moet je de mouw aan het achterpand en dan hier weer aan het voorpand gaan haken, totdat je weer bij de witte marker bent. En je moet ook zorgen dat je de begintoer vast hebt aan je achterpand, dus dat je echt wel dat je daar geen gaatjes in krijgt. En dan moeten hier dus de waaiertjes in komen en hier de vaste. Dus ik maak even één losse. Dan hier een vaste in, want je moet het patroon gewoon gaan volgen. En dan weer drie lossen. 1, 2, 3. En dan volg je het patroon. En hoeveel waaiertjes dat zijn, dat ligt natuurlijk aan je maat. Je volgt gewoon je mouw. En je mouw die maak je dus met deze manier aan je achter- en aan je voorpand vast. Zie je dat je gewoon het patroon weer kan vervolgen? Ga je helemaal door naar je voorpand, of dat het je voor- of achterpand is, dat maakt eigenlijk niet veel uit. En als je dan hier bent bij de marker, dan ga je je draad meenemen omhoog en dan ga je weer de toer met de stokjes en de vaste doen en ook weer naar je achterpand toe. Als je hier bent bij deze marker, dan zie ik je weer terug en dan zal ik even voordoen hoe je je draad mee omhoog werkt. Ik ben nu bij de steekmarkeerde van het voorpand en ik ben met het mouwstuk bezig. En ik ga nu, ik heb twee van deze waaiertjes gemaakt. Wacht, stop. Ik ben nu bij de steekmarkeerde aangekomen van het voorpand en dit is het mouwstuk. En ik heb nu, omdat ik zie je, ik zag het met het waaiertje, als ik drie samengehaakte stokjes doe, dan komt het te dicht op de voorpand. Dus ik heb er nu twee gedaan. En nu ga ik hem vastmaken aan het voorpand, gewoon insteken en de draad doorhalen. Dat hij met een halve vaste vast zit. En dan ga ik de draad omhoog werken, want zo loopt deze waaier. En nu moet je weer naar de achterkant gaan werken van de mouw. Dus ik steek gewoon in de eerstvolgende steek, steek ik even niet op dit stokje, maar in een opening. Daar haal ik mijn draad op en ik pak een halve vaste.
En dan zie ik dat ik ongeveer wel een steeklengte van de vorige toer zit. Dus ik ga nu mijn werk keren en dan ga ik nu hier de achterkant van de mouw pakken. En als ik dan zie dat hij iets te kort op de waaier zit, dan maak ik eerst nog een losse. En dan moet ik hier een stokje inzetten, omslaan en een stokje in het midden. En dan ga ik weer de toer met de vaste, dus ik pak weer twee losse. 1, 2, een vaste erin. Een losse en weer het patroon gewoon vervolgen. En je maakt hem dus aan het achterpand. Ja, ik kan het moeilijk filmen, maar goed, ik zal even kijken of ik erbij kan. Aan het achterpand, daar maak je het mouwstuk aan vast. En zo ga je door tot je bij de halsopening bent. Kijk, hier heb ik deze heb ik al helemaal doorgehaakt. Dus je haakt gewoon door weer heen en weer, maar je zorgt dat je je voorband meeneemt. En dan haak je naar boven door middel van een halve vaste. En dan krijg je dit als resultaat. Ik laat nog even de boord zien. Hier heb ik een apart linkje van, maar dit is echt een boord van, ja, iedereen zegt, is dit echt gehaakt? Ja, dit is echt gehaakt. Dit gaat gewoon met relief stokjes, maar de boord ziet er ook echt mooi uit. En ja, ik denk dat ik nu genoeg heb uitgelegd. Aan de mouwen ga ik ook nog boorden haken. Het is gewoon, je maakt eerst twee rijen vaste en dan ga je de boordsteek volgen en die zet ik hieronder. En nu ga ik afsluiten, want ik vind echt heel leuk om te doen en ik wil graag weten wat jullie reactie is. Ik hoop dat jullie hem ook maken. Dus ik zou zeggen duimpjes omhoog, abonneer hieronder op mijn foto en tot de volgende video.